Ja, het is zeker druk geweest met de feestdagen. Nu nog steeds eigenlijk. Worden jullie duurder per 1 januari? Nou, niet per 1 januari, per 1 februari gaan wij omhoog. En dat heeft meer met interne beleid te maken. Organisatorisch, zo moeten nog wat dingen geregeld worden. Maar we gaan wel omhoog, ja. Alles wordt duurder morgen. En volgens onderzoek van de Wijzer voor Geldzaken deed 30% van de Nederlanders deze week meer boodschappen nu de BTW nog 6% is. Maar daar zit het voordeel niet. Nou, ik denk dat het aangeeft dat mensen niet altijd rationeel handelen als het over geld gaat. Want de BTW-verhoging gaat 3 procentpunten omhoog. Dus op een kar van 100 euro boodschappen zou dat zo'n 3 euro zijn. Ik denk dat daar het grote voordeel niet op te halen is. Uiteindelijk is het veel slimmer om goed naar je zorgverzekering te kijken, naar al je verzekeringen. Ook bijvoorbeeld je energieleverancier ieder jaar onder de loep nemen. Dat levert je meer besparing op. Die duurdere knipbeurt blijkt niet waar mensen zich druk om maken. Het gaat ze meer om de verhoging van de BTW op levensmiddelen. Ja, wat ik het jammerste vind is dat het ook op groente en fruit is. In ieder geval, ze willen dat mensen gezonder gaan eten. De prijzen daarvan gaan omhoog. En ja, zonde. Best wel triest dat je op de eerste behoeftes van het leven, dus eten, drinken, dat je daar de BTW van omhoog gooit. Ja. Dat vind ik wel jammer. Ja.